Bij een verkeersongeval op de Froonackerdyk, de N384, ter hoogte van de afslag naar Britswert, zijn zondag een 33-jarige man uit Westhoek en een 44-jarige vrouw uit Franeker om het leven gekomen. In de verongelukte auto zaten 5 personen. De andere 3 inzittenden, een 5-jarige jongen uit Franeker, een 29-jarige man uit Franeker en een 27-jarige vrouw uit Westhoek, zijn zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. We kregen vanavond rond 7 uur een melding van een ernstig verkeersongeval op de provinciale weg, de N384. Dat is de weg tussen Deersum en Franeker. En dat er bij de afslag naar Britswert een ernstig ongeluk was gebeurd. De auto die bij het ongeval betrokken was, kwam uit de richting van Leeuwarden en reed in de richting van Oosterlittens. En bij de afslag naar Britswert haalde hij een rij met auto's in. Maar op datzelfde moment sloeg de voorste auto linksaf richting Britswert. Nou, er volgde een uitwijkmanoeuvre en daarbij is de bestuurder van deze blauwe auto hier achter mij in de sloot terechtgekomen en tegen een damband gebotst. En hoeveel personen zaten er in de auto? In de auto zaten 4 volwassenen en 1 kind. En 2 volwassenen zijn overleden en de 3 anderen zijn ernstig gewond geraakt. Door getuigen, omstanders en diverse hulpdiensten is assistentie verleend. En ook is de hulp van een traumahelikopter ingeroepen. De 29-jarige man en 5-jarige jongen zijn met de ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen. De 27-jarige vrouw is per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.